Ja, ik ben boos. Hoe kan ik in godsnaam geloven in een overheid die van alles en nog wat beloven? En belofte maakt schuld, maar waar zijn die schulden? Die zitten niet bij de politici, die zitten bij de mensen aan de onderkant van de samenleving. Daar zitten de schulden. Ik zie dat onze samenleving verdooft. We zijn niet meer verantwoordelijk voor iets wat buiten ons doosje gaat. Maar je ziet ook de groeiende groep van mensen die niks meer kunnen betalen. Die ergens hoog in een flatje zitten en geen verwarming kunnen betalen. Ja, die worden dan hun huis uitgezet. Dus die moeten het allemaal zelf zien uit te vinden. Ja, en daar word je toch helemaal gestoord van. Je hoeft alleen maar naar de tv te kijken, je hoeft alleen maar in de krant te kijken en je ziet dat het gewoon één grote chaos is. Voor wie wordt het beter? Nou, niet voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Dan wordt het alleen maar beroerder. Dus wat gebeurt er met die emoties? Die mensen die worden niet gezien, gehoord en begrepen. Dus wat is logisch, is dat eerst mensen zich gaan aanpassen. Maar op een gegeven moment, dan broeit er inderdaad wat. Dus je mag niet meer anders zijn. En de enige manier waarop we met elkaar kunnen leren omgaan is geconfronteerd worden met elkaar. En die sociale situaties weer opzoeken waarin we elkaar ontmoeten en elkaar weer leren verstaan. Ja, waar het aan ontbreekt, dat zijn mensen die dwars door al die brei hun weg weten te vinden. En soms zie je nog zo'n sociaal werker. Dat zijn mensen die gebruik weten te maken van van de ruimte die er toch is tussen al die wetten. Dat zijn de mensen die goud zijn, denk ik. Dus al die mensen die weet hebben van... je moet eigenlijk eventjes naar Jan, want Jan die zit even moeilijk, weet je wel.